Not likely. Me not like it too. I don't like this. Oké, ik bouw even een fort aan de zijkant van de berg. Mag ik schieten? Als jij dat wil. Bouw jij nou naast mij? Ik heb het gevoel dat het Abled hackers zijn. Oh, hij schiet een pijl op mij. Wat ben ik bang. Oké, eentje knockdown. Ik ben even hier. Ik heb ze. Goed zo, kom eraan. Nice. Ik heb het andere team. Hier ligt een sniper voor je. Mooi. Oh, hier ligt nog een sniper voor mij. Lekker bezig, Kelvin. Ja, ik heb dit team helemaal uitgemoord. Ja, ik heb dit team even uitgemoord. Terwijl jij rustig aan het healen was, zag ik van fuck jou en toen ging ze uitmoorden. Ja, ik werd namelijk beschoten vanaf de berg. What the fuck? Kijk opeens naar mijn kills. Ik heb 5 kills. Ja. Ik herinner me er maar 2 en dat waren deze 2. En gewoon legit. Hoeveel kogels heb jij voor je AR? Bij het begin dat je de persoon ging uitlachen, 201. Oh ja, ik had ze altijd in zijn granaat opgeblazen. Ja, en nog eentje bij Oh, maar jij gaat ook niet slecht hoor. Oké, hoeveel AR kogels heb jij? 201. Oké, ik heb er 400, dus je krijgt er nog wel even 100. Oh. Je zou niet stil gaan staan. Ja. Je ziet aardig accurate mensen op die berg. Heb je genoeg shotgun kogels? Ja, 44. Godverdomme, kan je me niet even met rust laten? Nee. Ja, maar het is wel een fucking headshot, hè? Mag ik die arken... Alsjeblieft, chuck. Oké, kogel. Mini potions, dat is goed. Mag ik die arken die ik op heb gepakt, juist? Ja hoor. En jij mijn grote shield. Ja, of een bandage gebruiken. Grote shield te nemen, dan ga ik rennen. Oh shit. Oké, okay, daar gaan ik we. Ik had die andere gespreid die op jou schoot. Ik had in hem even voortgefocust. Ja. Ik heb 62 sniperkogels. Ik heb er 50. Oké. Okay. Ik heb 100 shotgunkogels, 9 mini potions en 15 bandages. Maar die was de ene bij die loot drop. Had je hem gelijk gekild of lag je nou nog niet? Nou, die ene bij die loot drop, die was fucking aan het weet ik veel wat aan het doen. Die was naar weg gerend, toen had ik hem nog 2 keer geraakt met mijn AR. Oh, toen had hij een headshot met zijn pump. En toen schoot ik hem dood. Waar? Ik was even aan het healen. Twee man voor ons, 105, ze zijn aan het springen naar die grote berg toe. We laten ze gewoon gaan, dat lijkt mij het handigst. Ja, laat meestal de mensen gaan. Of jij moet ze willen rushen. Nee, we hebben al 11 kills, dus we zijn al zeer vuurgevaarlijk. Ja, en dan worden we door een paar aimbot hackers gedood. Ja, man. Waarschijnlijk. Ah, grootste kans. Waarschijnlijk zat er zometeen in je build finally eliminated. Want je had toch even die ene bij die loot op neer? Ja, maar die was het teammate van die andere. Nee, ik had juist die PSN's binnen. Ja, toen werd hij knocked down en toen die loot drop, die headshot ik met mijn pump nadat hij het bij mij deed. Hier zit nog gewoon een fucking kist. I know, maar kijk, er kwam zo'n PSN skin en er kwam zo'n andere op af. Kijk, dat waren een team. Toch? Ja. Oh, ik heb 15 bandages als je die vraagt. Oh, ik heb er 12.
en 9 mini potions. We pakten tegelijk ons CR. Oh ja. Nu heb ik er 8. Godverdomme, weer die glitch. Salty Springs, de grootste zoutmijn van Fortnite. Ik zie daar een airdrop rook achter die boom daar. Ja, ik ook. Zeg ja, in Fortnite heb je RPG's gewoon voor noobs. Nou, je moet er wel gewoon goed mee kunnen zijn. Ja, want als je recht op iemand schiet zoals een AR, dan gaat hij niet raken, hè. Of hij moet stilstaan en echt een noob zijn. Ik heb de neiging om die airdrop te taggen, maar gewoon met rust laten, zeg ik. Ja, goed genoeg. Nu gaan ze waarschijnlijk voorzichtiger zijn met hem oppakken. Oké, er zijn weer 2 mensen dood. Stel je voor, hè? Net waren er 20 mensen. Zoveel hadden wij toen dat potje vermoord met ons hele squad. De mensen die nu nog over zijn, hebben wij vermoord met dit duo. Deze hele vloer is van traps. Ik wil eigenlijk daar gaan campen, komt één minuut van binnen. Ja, behalve hieronder zitten overal traps. Ik heb de neiging om die deur open te doen. Ik heb de neiging om die deur open te doen daar. En dan zie ik zo waarschijnlijk zo verder tering campen, let op. Die daar. Maar we doen hem zo. We kunnen gewoon gelijk vluchten. Ja, gewoon een rondje ingedrukt houden en dan reset en dan is hij weer normaal. Ik zit echt te wachten tot iemand uit het huisje komt en ons bespreekt ofzo, hè. Ik ga even die deur openen, let op. Oké, veilig. En opeens overleefd hij het, sniped ons alle 2. Nee, anders zou hij damage krijgen. Alsnog, zou me wel lachen lijken. Ik zag al kogels in liggen, dus ik dacht al, nee. Wat is daar? Fucking mislukt voor het kapot is geschoten. Ja, weet ik, dat is helemaal kapot geschoten. Ik zat te kijken, wordt dat nou gebouwd? Als het gebouwd werd, zou ik even wat arpjes op donderen. Oh, ik hoor mensen. Ja, naast ons. Waar? Hij is dood. Oh. Ja, waar? Hij is dood. Oh, kut. Fucking storm komt eraan. Kom even campen bij onze traps. Er zit er daar één achter die bij de stenen is. Je moet even die rechter pakken, hij is vervelend. Mag de linker ook? Eindelijk, mijn sniper rifle voor elimination. Oh nee, wacht even, ik kan veranderen in solo kills, hè. Ik heb die andere ook geraakt. Weet je zeker dat je wil rushen? Oh god, krijg je dat weer? Ik heb hem. Ik dacht van ik schiet die boom kapot. Schiet ik op hem. Ik dacht dat hij achter de boom zat. Ik wou die boom kapot schieten. Opeens heb ik hem dood. Ik heb, we hebben loungepad, cool. Nice. Ik heb 100 sniperkogels. Heb jij die campfire? Oké. Ja. Oké, ik heb 500 AR kogels. 200 shotgun kogels en 100 sniperkogels. Heb jij misschien rocket ammo opgepakt? Nee. Keer. Ik ga zelf het plegen nu. Nee, nu gaan we echt goed. Oh, nog 3 andere. Oké. Eén solo, één duo. Maar ik wil op die boom schieten en opeens gaat die auto-assist aan. En richt die automatisch op die gasten hoofd en ik knal hem. Broken. Oké, hebben ze ons gezien of nog niet? Nee, nog niet. Ik heb nog geen enkel schot gevoerd. Ja, ik zit hierbij hier te campen. Wou ik net doen. Je bouwt precies net waar ik wil bouwen. Ja, zijn er twee. Dus er zit nog één iemand los waarschijnlijk. Nu wil jij. Ja. Waarschijnlijk zit er nog één iemand ergens los.
Als de st- oh, de storm komt er al aan. Ik had het alleen niet door omdat hij zo langzaam gaat. Oh, ze worden beschoten of niet? Of schieten ze op iemand? Ja. Alle twee. Of ze schieten gewoon die bomen kapot. Je moet er vooruit. Je hebt nog iets veel gevaarlijkers om over na te denken. Dat zijn wij. Fucking bomen. Shit, vijf bomen schieten. Oh! Nice. Nu de laatste twee faggots nog. Die faggots hebben dit gevecht volgens mij nog ineens gezien. Of ze kijken, ja hij kijkt, hij kijkt. Dit is lang, hè. Eentje knockout, gewoon rushen, gewoon rushen. Mike. En hij snipt mij. Hij is zijn teammate niet aan het reviven. Kom. Eentje knock-out. Ik heb zo het gevoel dat wij dit zomaar gaan winnen. Oh, wow, pas op. Oh, daar ben jij. Ben je nog meer? Ja, een paar. Ben je nog meer? Nou, laten we gewoon schieten. Zet hem hier, zet hieronder, zet hier. Precies daar. Zet daar op die grond een trap. Oh, ik kan hem niet neerzetten. Wacht even, hij loopt om hoor. Ik hoor hem. Pas op hoor. Ik doe duimpje omhoog. Prachtig. Oh mijn god. Hij denkt ik ga ze pushen hoor. Hij denkt waar zijn al die, wat zijn al die traps nou? Tonk dood. Oh.